toch? Je hebt zeg maar de langzame, je hebt de long range, je hebt de je hebt daar ook. Ja, je hebt heavy hitten, ja, deel 2, maar die andere delen niet meer. Ik weet niet hoe dat zo'n snelle pixie achtige carry. Ja, Dat klopt. Het is dingen. Het is, ja, ja, Caliber 2 was het nog. Ja. Dat is nog een hele goede variatie. Toen zei hij die Tokido shit. Toen zei hij zo'n Caliber 3 en de rest. Alles op best wel. Daarom zeg maar, ik vind hem wel goed. Alles is Gremlin Rush. Je kan turtelen. Een van de dingen waardoor dat kan, ze wilden alles normalizen. Dus laten we zeggen dat... Nou, ze wilden dat je sneller andere characters kon oppakken door bijvoorbeeld iedereen zijn commentaars dezelfde knopcombinaties te geven. Hetzelfde stingen, tikken. Tikken bijvoorbeeld, een hele andere rechter. En Tekken 3 had je nog voordeel als je een sterke character speelde, gewoon een heavyweight character. Je had nog meer leven ofzo, en dan minder damage, of slechter raken en vast sneller. Sinds Tekken 4 is alles gewoon boom, normaal. Gremlin heeft veel leven. Dat is niet zo van Marduk en zo, was nog steeds heel erg. Ja, maar ze hadden hetzelfde leven. Weet je wie beter? Ze deden dezelfde damage. Als ze deze hadden damage als ze eerst hadden. Maar je had geen voordeel als ze speelden. Nee, deze damage was zijn voordeel. Normaal Moon Sonova is zo goed als hij kan dat je een beetje held voordeel hebt. Maar hij is niet slaag, dat soort dingen. Street Fighter wel bijvoorbeeld. Honda heeft meer leven, Zangie meer leven, T-Honk. Je merkt ook omdat het heel vaak minder mobiele characters zijn, hebben ze het ook hard nodig. Precies. Want ze zakken, ze geven leven in voor afstand, voor ruimte. Maar Tekken heeft dat niet meer. Een big ass character is plus 1 al poke een poke character. Want ik vergelijk altijd. Omdat zij moest sneller zijn dan die poke. Ik vergelijk hem heel erg met Wesker. Op zich heeft Marvel ook heel erg duidelijke types, alleen alles kan gecompenseerd worden met assist. Laten we zo zeggen. Marvel heeft zijn types en ze hebben Sentinel. Hij is een robot! Hij is een robot en je geeft hem 900 je komt er soms niet of 850. Uit, hij is een robot! Zo fucking ja, ter en dan heb je die... Hij was niet broken. Niemand kon een spel spelen. Verleng met Virgil. Ja, oké. Virgil moet je 500 geven. Gewoon 500 leven. Eén keer raak je dood. Dat is die character. Gewoon één keer raak je dood. Of wat hebben we net? Nee, kijk. Sentinel is 900 leven. Mag niet. Het mag niet. Ze moesten Sentinel gewoon laten hoe hij gewoon door 1 was, dan was hij goed. Maar ze hebben ze damage ook genoeg. Nee. Ja, als ze hebben ze moves genoeg. En zijn life. Ja, en zijn leven. In zijn leven. En zeg ik, maar dat zeg ik eerder van, ja, hij zegt van, hij wil weg, hij is moe. Hij was niet cheap. Hij was gewoon goed. En niemand kende die character. Dat was de day one top tier. Ja, niemand kende die character. Dat is misschien te snel ingegrepen. Ja, en nu? Nee, maar ze hebben gezegd, het was al bedoeld van tevoren. Wat was de bedoeling? Dat ze hem zouden nerven, was al bedoeld. Tegenwoordig worden gamma's uitgebracht voordat ze klaar zijn. Ja, ja. Injustice patch. Ik had de beste oplossing voor die Sentinel. Ik maakte die Sentinel, die Imba Sentinel met Shenko. Ja. Geen hyper armor, maar toen kon ik die character nog spelen. Toen was ik zo'n monster die met die character. Dat was echt mijn trots. Shenko. Toen speelde ik nog geen Wesker, was mijn Taskmaster goed, maar als mijn Shenko eruit kwam, ik was zo blij. Dat was echt mijn character. Als ze nog één patch doen en ze halen die forward dash weg, ik meen dat. Ze gaan gewoon in het team, best Kershenko Virgil. En ze halen die forward dash weg.